die mag mij volgen. We gaan al beginnen. We hebben naast Eva het huisje daar in het hoekje en naast de schuur een provisorische kwekerij gebouwd. Geen klimaatbeheersing of wat dan ook, maar om gewoon puur te kijken van oké, het idee is, we gaan in een straal van 50 kilometer. We werken in een straal van 50 kilometer rondom hier. Alles gaan we op de fiets doen. We zijn hier verder gegaan en dan zijn we eigenlijk een beetje volgend. Dan zijn we nu hier beland. Dan zijn we nu een jaar verder. Ja. Dat we misschien wat warmte daar nodig hebben, maar even laten. Binnen 3 weken is het proces dus ongeveer klaar. De percelen heeft al het koffiedik opgegeten. En dan gaan ze naar de fruitcontainer, dat is die container. En daar zijn de condities 12 graden, hoge luchtvochtigheid en het is licht. En dan denkt hij van, oh, het is herfst, ik moet hem voortplanten. En dan gaat hij zijn paddenstoelen geven. Want de paddenstoelen is uiteindelijk de manier om zijn sporen te geven en zich voort te planten. En dan na 3 weken ongeveer gaan we kunnen opstoelen. Dus een cyclus van 6 weken en we hebben de proces van. Ja, ik ben het wel. Ja, ze zijn net begonnen. Product, of hun eigen koffiedik. Nou, je hebt een fantastisch verhaal naar je klanten toe. Afgezien van of ze nou achter staan, achter de rondom jou hebben, en een partij op straat van wacht, ze heeft een koffiedik, of ze zwammen, ik ga hier een kwekerij beginnen. En dat er is buiten 16 kilometer, buiten ons gebied, hier om het op staat, wacht, ze heeft een koffiedik, of ze zwammen, ik ga ook zwammen kweken. Dus dat er zoveel mogelijk, in ons geval, een koffiedik gered wordt van de vuilverbranding. Dat is het hele idee. Ja. Ja, je maakt een mengsel van koffiedik en spelletje. Ja, koffiedik. Dat is van de baksteen in de schade. Ja. Dat is heel anders dan ook traditioneel gedaan. Mooi, leuk hoor. Ja, dat is ook een beetje gevaarlijk. Je kan dit namelijk ook gewoon omdraaien. Er is een bedrijf hier in Nederland, heet Grow Holland. En die heeft een samenwerking gehad met Laplace, dat is natuurlijk dicht. Maar die werken closed source, dat is gewoon een groot bedrijf. Die werken met auto's, die gaan het hele land door koffiedik te halen. Die werken op dezelfde manier, maar ja, die staan er gewoon iets anders in. En beide is prima, alleen ja, wat je nu wel een soort van creëert is dat je waarde geeft aan koffiedik. Dus het zou kunnen dat op een gegeven moment koffiedik geld waard gaat worden, waardoor, nou ja, dat doe maar, want dan verzinnen we wel weer iets anders. Ja. Ik heb er nog een paar gevonden, dit zijn echt de allerlaatste. Dus, Kijk je al wat verhaal is? Ik denk, vele kilo. Nee, ik kan het. Leuk. Ja.